Tom van den Nieuwenhuizen, 33 jaar. In Eindhoven kennen ze hem vooral als gemeenteraadslid van GroenLinks. Op Fontys in Tilburg kennen ze hem als docent. Maar daarnaast gaat hij straks misschien wel door het leven als Mr. Gay. Of klinkt dit nu wel heel erg jambers? Door de week is hij gemeenteraadslid en in het weekend is hij Mr. Gay. Ja, nou volgens mij allebei door de week. Genoeg flauwekul. Mr. Gay word je niet alleen door met je mooie koppie op de foto te gaan. Als finalist moet je een serieuze motivatie hebben. Ik vind het heel belangrijk dat ik mensen laat zien dat ik het oké vind wie ik ben. En dat ik kan zijn wie ik ben. En daarmee ook de carrière kan hebben die ik heb. Het raadslid kan zijn dat ik ben. En dingen kan bereiken die soms helemaal niks met homoseksualiteit te maken hebben. Maar die ik juist kan bereiken doordat ik het helemaal oké vind wie ik ben. Van den Nieuwenhuizen heeft tot nu toe alleen maar positieve reacties gehad. Alleen de meningen van de studenten, die moeten nog gepeild worden. Dus straks ga ik het ze gewoon vertellen. En dat is omdat ik in de finale sta van Mr. Gay Nederland. Dus dan weten jullie dat vast. Ik vind het echt een super goede leraar. Nu al? Ja. Zeer aantrekkelijke vent. Ik weet zijn naam nog niet eens, maar meteen dat hij Mr. Gay wordt. Maar als je het mag horen, vind ik het heel gaaf voor hem. Van den Nieuwenhuizen krijgt concurrentie van 10 andere finalisten. Ook 2 andere Brabanders doen mee. De 19-jarige Jordi Bouwmans uit Den Dungen. En Steven van Akkelaaien uit Roosendaal. Degene met de meeste online stemmen krijgt op 25 september de titel Mr. Gay Nederland.